top. Ja, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Jij ging echt lekker op defense, zag ik, naar die goal. Ja, dus een beetje ontlading natuurlijk. En ja, blij dat we nu weer konden winnen. En dat is belangrijk in deze fase. Ja. Ook niet alleen bij je eigen goal, maar ook de tweede goal van Thomas volgens mij. Zag je helemaal nog even naar de fans toe lopen? Ja, natuurlijk. Ook in de mindere periode hebben ze ons blijven steunen. En ja, daar moeten wij ook wat teruggeven natuurlijk. Je hebt ook je eigen liedje, hè, hoorde ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Kun je hem wel zingen, of niet? Dat laat ik aan de fans over. Ja. Hey, over een maand is het interlandperiode. Nou, zijn er heel veel jongens bij PSV die natuurlijk in aanmerking voor komen. Memphis is geblesseerd. Hoe kijk je daarnaar, die interlandperiode? Zit je dan te wachten op een appje of ben je er niet mee bezig? Nee, ik voor zover ik weet zit ik gewoon bij Jong Oranje. En als er wat meer komt, dan krijg ik het vast wel te horen. Ik probeer me gewoon te focussen nu op PSV. Op resultaten halen en mezelf te ontwikkelen. En ja, we zien wel verder. Ja, ik vroeg net aan Denzel of die spits wilde worden bij Oranje. Want ja, die hebben we nog nodig, maar die wilde dat niet. Ja, nee. Als hij voor ons blijft scoren, vind ik het ook prima. Ja. Ja. En nou, is het dus nu eigenlijk twee wedstrijden op rij waar jullie een goede overwinning boeken? Is het dan ook gelijk die positiviteit en die vibe in de kleedkamer en rond PSV beter? Ja, tuurlijk. Ik denk na zo'n periode van wat minder resultaten en wat onrust is het altijd fijn als je resultaat pakt, want daar draait het uiteindelijk om. Dus ja, tuurlijk, daar komt er wat positievere gedachten in de groep. En, ja. Maar die waren er al, maar die moesten we vertalen op het veld. En ja, dat gebeurt nu. Dat is gewoon door heel veel praten dat die omslag is gekomen. Praten en trainen. Ja, hard werken. Ja. Pak dan altijd goed uit. Uiteindelijk wel, zeker. Dankjewel, jongen.